Zeeuwse bouwbedrijven maken zich zorgen. Kunnen ze nog wel bouwen als ze veel minder stikstof uit mogen stoten? Moet je dan alle mensen maar ergens buiten de stad samen laten komen en dan vervolgens met elektrische busjes naar de bouwplaats vervoeren of zo? En verder in het nieuws vandaag. Een grote fusie in Zorgland. En zo gaat Zeeland de watersnood herdenken. Goedenavond. We waren er helemaal klaar voor. De bouw van 16.500 nieuwe woningen de komende jaren in Zeeland. Nog maar 3 weken geleden zette de provincie zijn handtekening onder die afspraak met minister Hugo de Jonge. Maar een uitspraak van de Raad van State met nieuwe, strengere stikstofregels voor nieuwbouwprojecten zorgt voor een hoop onzekerheid. Verslaggever Ariane Laforte is hier. Ja, Ariane, gaat er dan dus ook echt een streep door die 16.500 woningen, denk je? Nou, het gaat moeilijker en vooral langzamer worden. Het kabinet wil 900.000 nieuwe woningen in het land neerzetten. Die 16.500 in Zeeland is daar dan een onderdeel van. Maar nu zegt de Raad van State, luister, bij de bouw van al die nieuwe woningen en andere projecten, daar komt ook stikstof bij vrij en dat moet je compenseren. Zeker in de buurt van natuurgebieden. Ja, bouwbedrijven die worden natuurlijk nu geacht om zo min mogelijk stikstof uit te gaan stoten tijdens het bouwen. Maar ja, zeggen ze, dat is gewoon niet zo makkelijk. Het combineren bijvoorbeeld van het transport van de materialen naar de bouwplaats toe. Ook het vervoer van de mensen. Moet je dan alle mensen maar ergens buiten de stad samen laten komen en dan vervolgens met elektrische busjes naar de bouwplaats vervoeren of zo? Dat soort dingen. Heel veel mensen kennen van bouwplaatsen natuurlijk die zware dieselaggregaten die dan staan te draaien. Kunnen die allemaal vervangen worden door milieuvriendelijkere opties? Op dit moment nog niet. Kijk, ik denk dat 10% van al het materiaal elektrisch is. Hijstellingen bijvoorbeeld, maar ook gewoon de normale mobiele kranen die op een bouwplaats komen om een vloer of een dakkapel op te tillen. Ja, en voordat we aan de 100% zitten, dan zijn we nog wel een aantal jaar verder. Ja, Martijn van Sabbe zei ook, je ziet ook dat bouwbedrijven ook veel meer prefab zullen moeten gaan bouwen, zodat ze dan de bouwbewegingen ter plekke kunnen beperken. Ja. Zijn er nou bouwprojecten hier in de provincie waar die vertraging wel aanzienlijk zal zijn dan? Nou, we zijn een rondje langs Zeeuwse gemeenten gaan maken. De eerste reacties die druppelen binnen. De gemeente Tolen bijvoorbeeld gaf aan dat het gaat zeker om 3 locaties. Sint-Anneland, Poortvliet en ook de nieuwe wijk Molenvliet bij Tolenstad. Ja, waar ze eigenlijk juist zo enthousiast over waren toen we daar kort geleden waren. Dit hier is de wijk Molenvliet. En het is de bedoeling dat hier 400 huizen gebouwd gaan worden. De corporatie Stadlander gaat 60 woningen bouwen in het sociale segment. Daarnaast vrije sector, maar ook betaalbare woningen vooral. Voor starters en voor flexwonen, maar ook de tweekappers, de rijtjes. Gewoon een heel breed spectrum aan woningen. Nou, is er al flink wat bijgebouwd op Tolen de afgelopen jaren? Heeft Tolen deze nieuwe wijk ook weer nodig? Wij hebben al best veel mensen uit West-Brabant en de Randstad die graag op Tolen komen wonen. En tegelijk bouwen we ook voor onze eigen bevolking. Er zijn veel jongeren die een huis zoeken die graag in Tolen willen wonen. Dus het is echt een mix van alles. Ja, Ariane, dat is dan Tolen. Hoe zit het in de rest van de provincie? Ja, eerste reacties. Er wordt genoemd bijvoorbeeld een groot hotel in de buurt van Katzand. Ligt tegen het Zwin aan. Natura 2000, Nieuwe Wijk, een langlopend dossier bij de oude werkhaven bij Kats. Ligt tegen de Oosterschelde aan. Ook delen Natura 2000. Ik kijk op mijn lijstje. Verdubbeling van de Deltaweg tussen Goes en de Zeelandbrug wordt genoemd. Ja, en dan ook natuurlijk het grote natuurgebied, de Kop van Schouwen. Ik sprak vanochtend met wethouder Jacqueline van Burg. Zij noemde meteen bijvoorbeeld de verplaatsing van de Jumbo-supermarkt in Renesse. Ja, dat wordt bijvoorbeeld nu gelijk een stuk ingewikkelder. En ze zei, ik maak me echt zorgen over dat project en ook andere bouwprojecten op de Kop van Schouwen. Ariane, dankjewel. Twee grote zorgorganisaties op Walcheren willen samen verder. WVO Zorg en Zorgstroom verwachten per juli volgend jaar de fusie rond te hebben. De twee zorgorganisaties werkten al langer samen. Zo hadden ze tijdens corona gezamenlijk een team dat thuiszorg verleende aan zeven met COVID-19. Samen staan ze sterker, vinden ze. Wij merken dagelijks dat we tekorten hebben in de zorg. We zijn gezamenlijk ook bezig om zoveel mogelijk medewerkers naar onze organisaties te trekken. Maar als je dat samen doet, kun je dat veel krachtiger neerzetten dan wanneer je dat los van elkaar doet. De nieuwe organisatie bestaat uit 3400 werknemers, verspreid over 23 locaties. Wat wij natuurlijk willen is dat de cliënten er eigenlijk zo weinig mogelijk van merken. Namelijk
dat gewoon goede zorg geleverd blijft worden. Dat is wat we elke dag allebei willen verzorgen. En op de achtergrond gaan wij dat mogelijk maken door middel van deze fusie. De komende tijd staan gesprekken gepland met onder meer de ondernemingsraden en werknemers. Uit die gesprekken rolt dan een fusieplan. Een 55-jarige man uit Tolen is samen met zijn zoon en zijn zakenpartner aangehouden. De man woonde aan de Gereelmakersdreef in Tolen. Vorig jaar was er in september nog een dreiging voor een aanslag op zijn woning. Later werd die woning gesloten. De mannen worden verdacht van drugshandel en witwassen. Het Openbaar Ministerie heeft laten weten dat er morgen meer duidelijkheid komt over of de verdachten nog langer vast blijven zitten. Vruchtensapmaker De Appelaren in Waterland-Kerkje voert actie. De overheid wil vanaf volgend jaar de accijns op frisdrank verhogen, ook wel de suikertax genoemd. Maar die verhoging gaat ook gelden voor vruchtensap, omdat er heel veel suiker in zit. De Appelaren en nog een aantal andere sapfabrikanten vinden dat onterecht en zijn een petitie begonnen. Minister Hanke Bruins-Slot van Binnenlandse Zaken bezoekt vandaag Zeeland. Vanmiddag ging ze in Terneuzen met leerlingen van scholengemeenschap Skalda in gesprek. Vandaag is het gesprek met de mbo-studenten over burgerschapsvorming gegaan. Eigenlijk over hoe werkt de politiek, welke rechten heb ik als mbo-student en hoe kan ik daar zo goed mogelijk invulling aan geven. Ook vroeg ze waar de mbo-leerlingen behoefte aan hadden. Een van de zaken die naar voren kwam is het verbeteren van de zorg hier in de omgeving. En de andere die ook steeds terugkomt is het tolvrij maken van de Westerschelde-tunnel. En daar wordt inmiddels door de provincie en politiek Den Haag aan gewerkt. Vanavond dan bezoekt de minister ook nog een bedrijf op Schouwen-Duiverland dat heel veel moeite steekt in diversiteit op de werkvloer. In het Watersnoodmuseum zijn vandaag de plannen voor de herdenking op 1 februari bekendgemaakt. Volgend jaar is het 70 jaar geleden dat de ramp Zeeland trof. Bij de herdenking moet niet alleen teruggekeken worden, maar ook een duidelijke boodschap afgegeven worden naar de toekomst. Volgend jaar 70 jaar terug, maar we kijken ook 70 jaar vooruit. En dat doen we gedurende het gehele jaar met allerlei evenementen. Natuurlijk staat in februari is de aandacht rondom de herdenking van de watersnoodramp. Dan kijken we vooral terug. We zullen in januari lanceren de Watersnoodacademie. Dat zijn lezingen waarbij ook toekomstgericht over de delta van de toekomst en over vraagstukken die nu leven. Maar we kijken ook naar de zinkende steden. Bijvoorbeeld in Jakarta, we weten dat dat 20, 30 centimeter per jaar zinkt. Maar dat is niet alleen Verwegistan, ook Gouda zinkt. En ook daar zullen we een tentoonstelling aan wijden. En iedereen die eigenlijk in dat Watersnoodmuseum komt en die verhalen hoort en dan ook denkt aan het waterbewustzijn van vandaag de dag en de toekomst rondom water, klimaat en zeespiegelstijging, die denkt, ja, ik moet wel misschien in beweging komen. Dus als we een klein zaadje kunnen planten dat iedereen in beweging komt en misschien dan we ook wat alerter worden, ja, dan hebben we als museum ons doel ook voor de toekomst bereikt. Ook 70 jaar na de ramp komen er nog steeds nieuwe verhalen naar boven. Op de Oral History Dag in het Watersnoodmuseum zijn vandaag die nieuwe verhalen verteld, met de bijbehorende tastbare herinneringen, zoals deze Singer-trapnaaimachine. Dat trapnaaimachine dat heeft in de nacht van de watersnoodramp op zolder gestaan. Dat hadden ze naar boven gesleept. En ik had in de tijd een tante van 3 jaar. En toen de zolder loskwam van het huis door de storm en door het water, hebben ze de trapnaaimachine op zijn kant gezet. En toen hebben ze haar dus in die trapnaaimachine gezet. In de hoop dat ze dus op die manier de nacht van de ramp zou overleven. Maar helaas was de storm zo hard en het water zo hevig dat ze met trapnaaimachine en al van het vlot is geslagen. Met de rest van haar familie. Er zijn in die nacht 6 leden van het gezin van mijn vader, familie Rentier, zijn toen om het leven gekomen. 4 kinderen en 2 volwassenen. Eens in de 5 jaar is er een nationale herdenking van de watersnoodramp van 1953. En dat is dus volgend jaar in 2023. De afgelopen 2 jaar waren er sobere herdenkingen. Maar het ziet er nu naar uit dat de watersnoodramp groots herdacht kan worden volgend jaar. Het was een tamelijk bewolkte dag met enkele buien hier en daar. Maar tussendoor ook weer opklaringen. Morgen overdag dan is er af en toe zon, valt er een lokale bui. Meestal is het wel droog. Woensdag is de natte dag van deze week. Daarna weer een paar droge dagen met ook zonnige perioden.
En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Het laatste nieuws vind je natuurlijk altijd in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu nog een hele fijne maandagavond.